Mag ik aan u vragen, toen u het verzoek kreeg om die commissie te gaan leiden, wat dacht u toen? Nou, het was wel leuk. Ik werd gebeld. En ik geloof dat ik binnen 10 seconden besliste. En dat doe ik niet gauw, maar ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. En dat leidde bij mij tot de conclusie, dit is heel goed om aan te werken. Ja. Het is tegelijkertijd is het een tamelijk ingewikkeld onderwerp. Hoe bent u nu als commissie aan de slag gegaan? We hadden natuurlijk heel weinig tijd. We hadden maar 3 maanden uiteindelijk. Maar we hebben het eigenlijk heel breed opgezet. We hebben een postbus ingericht waar mensen gewoon, als ze zin hadden, input konden kiezen. Mensen hebben mij ook rechtstreeks benaderd via e-mail. We hebben een deskundige panel ook ingesteld voor een survey, mensen die betrokken zijn bij. We hebben een klankbordgroep ingericht van mensen die zich melden van wij zijn ook deskundig. En we hadden natuurlijk onze eigen experts met de literatuur die erbij hoorde. En externe experts hebben er ook nog bij betrokken. Dus we hadden eigenlijk een heel breed fundament om aan het werk te gaan. Had u voor die tijd wel eens gehoord van het fenomeen burgerpanel of burgerforum? Ja. Nee, wel, maar niet in de diepte hoor. Niet dat ik daar nou specialist in ben. Zeker niet. U bent natuurlijk vooral bekend als nationaal ombudsman. Heeft u 7 jaar gedaan. Heeft u ook met uw werk als ombudsman, heeft u ook iets aan dat werk gehad hier in het werk bij de commissie? Ja, in 2 opzichten. Als ombudsman heb ik me veel bezig gehouden met het onderwerp participatie. Hè, want dat is voor de verhouding overheid-burger essentieel. Maar het tweede is ook Het vraagstuk van hoe kun je mensen serieus nemen. En als ombudsman vormde dat eigenlijk toch een rode draad in mijn werk. Gewoon mensen serieus nemen. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Wat is nou de kern van uw advies? De kern van ons advies is, het is heel belangrijk om met burgerfora te beginnen. Dat kan nationaal, regionaal, dat kan lokaal. Het burgerforum kan toegevoegde waarde hebben als je het maar goed organiseert. Want dat is wel heel essentieel. Je moet het niet zomaar doen. Het gaat niet vanzelf. En je moet natuurlijk eerst denk ik ook de principiële discussie voeren als politiek, of je het wilt of niet, of het een mooie aanvulling is op ons democratisch systeem, denk ik. Ja, dat is een boeiend vraagstuk. Ik zou het zo willen formuleren dat de vertegenwoordigende democratie op alle niveaus in ons land staat vaak in het teken van competitie. Hè. We spreken over stembusstrijd en in de media wordt heel gauw gesproken over de winnaar en de verliezer. Wat ook behoorlijke onzin is natuurlijk, want in de politiek wordt ook veel samengewerkt. Maar naast die representatieve democratie zie je dat er in de samenleving heel veel betrokkenheid is. Men is erg betrokken bij de publieke zaak. En dat veel meer in een coöperatieve stijl. En ik denk dat het vinden van de coöperatieve stijl van de dialoog, het goede gesprek, dat een fundament vormt voor een uitbreiding van de democratie in onze samenleving. Dat is natuurlijk voor politici ook ingewikkeld. Want ze moeten accepteren dat er naast die representatie ook andere vormen van inspraak of van participatie zijn. En ook macht uit handen geven. Ja. Gedeeltelijk de macht uit handen geven. Maar je kunt het ook heel anders formuleren. Namelijk, je kunt zeggen op het moment dat je door middel van participatie en specifiek door middel van een burgerforum een gebaar maakt, dan is het gebaar van wij vertrouwen u toe. En dat is denk ik een gebaar vanuit de politiek wat maatschappelijk gezien door heel veel mensen gewaardeerd wordt op het moment dat je zegt we vertrouwen u dit toe. En dat hoeft natuurlijk niet een blanco cheque te zijn. Je kunt het inkaderen. Maar toen u begon met uw activiteiten als commissie, toen was er onmiddellijk heel veel commentaar. Dit is weer de zoveelste truc van de overheid of van de klimaatakkoordpartners om de burger buiten de deur te houden. Wat vindt u van dat soort kritiek? Nou ja, wat een belangrijke rol speelt bij dit onderwerp is dat het klimaatonderwerp op zich enorm omstreden is. En dat er natuurlijk ook een deel van de mensen zegt, het is onzin, het zijn allemaal klimaatgekkies. Ja, vanuit dat perspectief kun je ook zeggen, ja, zo'n burgerforum is natuurlijk ook onzin. Dan hoort dat erbij, dan kleeft dat aan het burgerforum. Maar los daarvan kun je zeggen, op het moment dat het gaat om het vormgeven van klimaatbeleid,
op het moment dat je in de samenleving ziet opkomen dat er discussie is over windmolens, over andere vraagstukken rond de transitie. Ook de just transition, in de zin, wie betaalt nou eigenlijk de prijs voor die klimaatmaatregelen die genomen worden. Dat zijn onderwerpen waar iedereen bij betrokken zou kunnen en zou moeten zijn om dit soort beleid ook goed en effectief door te voeren. Lost zo'n burgervorm ook de polarisatie op die hier rond het klimaatvraagstuk is ontstaan? Laat ik zo zeggen, ik kan geen garantie geven, want het kan ook best wel eens een keer leiden tot polarisatie. Maar het is een hele brede ervaring die ik heb. Als je met mensen in gesprek gaat, als mensen met elkaar in gesprek gaan, dan is het zo dat vaak de scherpe kanten, die raken er wat af. En men vindt elkaar. Het leukste was dat ik iemand belde die nou betrokken is bij burgerfora. En die vertelde, ja, dan komt er een mevrouw binnen die heeft stoom uit haar oren. En die komt heel boos binnen en die heeft allemaal verhalen. Maar die gaat van tafeltje naar tafeltje. En naarmate dat gesprek vordert, ja, dan voelt iemand zich gehoord. Maar tegelijkertijd die enorme emotionele opwinding, ja, die vindt wel zijn plek. En dan kun je veel verder bouwen. Wat is uw reactie als mensen zeggen, ja, kabinet, die heeft het opdracht gegeven, u bent eigenlijk te laat, want de beton is al gestort voor het klimaatbeleid. Dus ja, u kunt nog een beetje frunniken. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, je bent altijd te laat. Hè? Met een innovatie, want een burgerforum is eigenlijk een vorm van innovatie. Op het moment dat je de fiets uitvindt, kun je zeggen, ja, dat hadden we 100 jaar geleden ook al moeten doen. Hè? Dus dat verhaal klopt altijd. Daar heb je altijd gelijk in dat je te laat bent. Maar wat boeiend is bij innovatie, er ontstaat op een gegeven ogenblik onrust rondom allerlei onderwerpen gerelateerd met het klimaatakkoord, met alle maatregelen. En juist die onrust heeft geleid in de Tweede Kamer tot de vraag, hey, moeten we daar niet iets mee? Nou, en zo werkt innovatie. Ja. Als het gaat om het organiseren van een klimaatvorm, wat is dan de vorm die u voorstelt? Belangrijk is het toevertrouwen vanuit de politiek van een bepaald onderwerp. Vervolgens is het belangrijk dat je een representatief forum, een divers forum weet samen te stellen door loting, door bij die loting ook misschien te wegen, dat veel groepen zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn. Dat je ook je inzet om bepaalde mensen die misschien niet zo makkelijk op een uitnodiging ingaan, dat je die toch duidelijk maakt van ja, het is iets waardevols. Dat is één stap. Het tweede wat ook heel belangrijk is, dat is de duurzaamheid. Je kunt het als een pop-up gebeurtenis zien, maar eigenlijk moet het idee van een burgerforum in onze samenleving zo zijn dat als iemand een uitnodiging krijgt, die zegt van, goh, eigenlijk heel mooi dat ik de kans krijg om mee te denken en mee te doen. En moet je nu één uniform model voor het hele land organiseren, wat ook regionaal werkt? Of zegt u, nee, doe dat op iedere, pas zo'n burgervorm aan het niveau waar je het probleem mee wil bespreken? Ja, wij hebben gekeken naar zeg maar, wat we hebben genoemd randvoorwaarden. Binnen die randvoorwaarden kun je variëren. En ik vind ook dat het echt veel verschil uitmaakt of je nou op buurtniveau iets organiseert of dat het van nationale betekenis zou zijn. Ja. We hebben een jaar of 10, 15 geleden ook een soort burgerpanel gehad. Heeft u nog naar die ervaring gekeken? Ja, we hebben zelfs een webinar gehad bij BZK over het kiesstelsel. Daarover was een burgerforum. En dat was een bloeiend forum wat uiteindelijk enorm gedoofd is in het feit dat er met het advies niks gedaan was. En dat was dramatisch. Dat is echt heel erg slecht. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken. De overheid moet van tevoren aangeven, wat gaan we met die uitslag doen? Ja, en dat is dus niet zonder meer, we nemen alles in één keer over. Je kunt ook, als het onderwerp dat noodzakelijk maakt, zeggen, we gaan er heel serieus over discussiëren. Stel dat er een advies komt van de burgerforum wat bediscussieerd wordt in de Tweede Kamer.
En dat alle partijen daar nog een keer... Maar dat er in ieder geval een hele serieuze opvolging is. En dat men de intentie heeft om recht te doen aan het gebaar. We vertrouwen u dit toe. Nou ja, en hoe rond je dat dan af? Wat doen we nou met mensen die absoluut niet geloven... U zei er iets over, in klimaatverandering. Kun je die mensen uiteindelijk ook tevreden stellen met een burgervorm? Of is dat verloren moeite? Daar zit een keuze aan. Het kan zijn dat je moet zeggen... het heeft geen zin om te sleuren aan een dood paard. Hè? Iemand die niet wil, die moet je niet dwingen. Dus dat werkt niet. Maar het kan ook zijn dat iemand die absoluut tegenstander is... toch bij zo'n forum betrokken wil zijn. Ja, en dan heb je een stem aan tafel die zegt... ja, ik vind het onzin. En dat kan zelfs ook een soort check zijn op het realiteitsgehalte... van waar je mee bezig bent. U heeft ook een aantal van die fora bestudeerd in het buitenland. Wat vindt u nou zelf het beste of het mooiste voorbeeld? Nou... Indrukwekkend vind ik. Ik zou er nog wel meer over willen weten. Maar in de Ierse samenleving, die traditioneel katholiek is... lag het onderwerp van het homohuwelijk moeilijk, maar ook abortus. En toen heeft men door middel van burgerfora toch uitkomsten weten te bedenken... die omgezet zijn in wetgeving, zelfs een grondwetsherziening... die dit onderwerp heeft gepacificeerd. En dat vond ik een heel mooie uitkomst. Ja. Waarom is nou juist het klimaat een goed onderwerp? Uw opdracht was natuurlijk te kijken naar een burgervorm... in het kader van het klimaatbeleid. Maar waarom is klimaatbeleid nou bij uitstek een goed voorbeeld daarvan? Ik vind het klimaatbeleid een goed voorbeeld... omdat het zeg maar zoveel sectoren in de samenleving raakt. Hè? Zeg maar de klimaattafels die geven aan voor het klimaatverdrag... hoe breed het is naar de gebouwde omgeving, naar energie, landbouw... noem alle onderwerpen maar op. Maar het raakt ook 17 miljoen Nederlanders in hun belang. En omdat nou juist iedereen daardoor geraakt wordt, gelijk of niet... is het heel belangrijk dat we... dat onderwerp klimaat ook bestuurlijk en voor de uitvoering... in verbinding wordt gebracht met die 17 miljoen Nederlanders. U zegt in uw advies ook dat er een aantal zaken nog moeten worden uitgezocht. Kunt u daar een paar voorbeelden van geven? Nou, wat heel belangrijk is, is de representativiteit van het forum. En daar zou je meer ervaring mee kunnen opdoen. Van wat verhoogt nou de representativiteit? Wat we bijvoorbeeld hoorden was dat bij bepaalde fora... als men een oproep deed, dan kreeg je 2% respons. Bij anderen was het 5%. Maar waarom zou het niet 10% zijn of 15%? Hè? Zodat je... beter nog het gevoel hebben van... nou, we hebben echt tot diep in de samenleving... mensen bij elkaar beter te krijgen. Dus dat vind ik een belangrijk onderwerp. Een tweede belangrijk onderwerp vind ik het proces. Wat gebeurt er nu als de deuren dichtgaan en men gaat aan het werk? De deskundigheid om het forumproces goed te begeleiden... die moet nog veel verder ontwikkeld worden... en is ook maatschappelijk gezien buitengewoon waardevol. Ik heb u ooit wel eens horen zeggen dat u ontzettend de pest heeft aan het woord draadvlak, een soort jeukwoord. Ik noem het altijd in de vluchtheuvel voor bange politici. Waarom heeft u daar zo de pest aan? Ik deel uw opvatting, maar waarom heeft u er de pest aan? Ja, nou, dat was eventueel ook een persoonlijke ervaring dat ik op een gegeven moment als bestuurder hele belangrijke maatregelen moest nemen. En toen zei men tegenover mij, ja, maar er is geen draagvlak voor. Toen dacht ik, ja. Dat is een mooie puzzel. Hè? Ik bedoel, je moet iets doen, maar er is geen draagvlak. Maar waarom ik het woord jeukwoord wel vind kloppen... Het reduceert eigenlijk een ingewikkeld vraagstuk... van dat verbinding leggen met. Hè? Zoals ik daarnet zei, wij vertrouwen u toe dat u hiermee aan de slag gaat. En tegelijkertijd ook, wij nemen serieus waar u dan mee komt. Dat is eigenlijk de kern van waar het om gaat. En dan kun je het stempeltje draagvlak op stoppen. Maar ik vind het wat oppervlakkig om het zo. Het is een gemakkelijke weg ook voor politici om te vluchten. Ja, ik zou dat niet zo zeggen, maar het is natuurlijk zo dat je in een discussie heel makkelijk kunt schermen met het onderwerp draagvlak in de ene richting, in de andere richting. En dan denk ik, denk nou eens na en kom met echte argumenten. Ja,
U zegt het tot net, maar we vinden allebei hetzelfde. De vraag is natuurlijk nu, de kabinetsformatie is inmiddels gestart. We zijn zo'n maandje, een kleine maand zijn we onderweg. Maar het zou eigenlijk zonde zijn als dit onderwerp zou blijven liggen. Totdat er straks een nieuwe minister is van EZK. Het riekt naar een commissie Brenninkmeijer 2. Zou u bereid zijn om ook zo'n commissie voor te zitten, omdat er een aantal dingen moeten worden uitgezocht? Ik heb mijn positie al weggegeven door te zeggen dat ik de eerste keer 10 seconden moest nadenken. Misschien zou ik voor een vervolg eventueel nog wat langer moeten nadenken. Maar het onderwerp burgerparticipatie en burgerfora, dat zit wel in mijn DNA. Ja. Heeft u tenslotte nog voor de mensen die straks gaan discussiëren over het fenomeen burgervorm, heeft u nog één advies, één verhaal wat u per se kwijt wil? Ja, ik denk dat het allermooiste is gewoon nieuwsgierigheid. Bij heel veel onderwerpen hebben we eventueel de neiging om vooraf te denken ja of nee, of links of rechts of wat dan ook. Maar nieuwsgierigheid is toch de allerbeste basis om verder te komen. Dus oprechte nieuwsgierigheid naar hoe kan een burgerforum aanvullend werken. Maar ook nieuwsgierigheid naar wat andere mensen denken en vinden. Dat is de basis. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek en veel succes met de commissie Brenninkmeijer 2. Dank u.